Denkt u dat dit effect zal hebben? Na die brief aan Poetin heb ik duidelijk een reactie gekregen. En toen heeft de ambassadeur mij een Nederlands sprekende gezant toegezonden. En hij heeft me verdikken ook nog een onderscheiding gegeven wegens mijn bijdrage voor betere betrekkingen met Rusland. Dus die brief heeft tot mijn verbazing nogal duidelijk effect gehad. Aan zijn majesteit koning Willem-Alexander. Majesteit. Op de dag van de 75-jarige overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland ben ik als hoogbejaarde zo vrij u te schrijven. Ik bewonder de wijze waarop u uw functie vervult en geef u daarvoor een heel hoog rapportcijfer. Maar ik heb kritiek op de wijze waarop Nederland de rol van Rusland en de Sovjet-Unie in de strijd tegen Nazi-Duitsland onderwaardeert. Om in uw terminologie te spreken, het lijkt erop dat wij wegkijken. Een schrijnend voorbeeld is uw aanwezigheid bij de herdenking van 75 jaar bevrijding van kamp Auschwitz door Russische troepen. Daar waren leiders van geallieerde landen en zelfs van Duitsland, maar niet van Rusland. U had niet moeten gaan. En bij onze herdenking op 4 mei, waar u een lofwaardige toespraak hebt gehouden, had Rusland genoemd moeten worden. Ik ben zeker niet kritiekloos wat de buitenlandse politiek van dat land betreft. Maar de NAVO-landen en China zijn ook niet vlekkeloos. Evenmin als Israël. Maar gelet op de Holocaust is veel te verklaren en te vergeven. In zekere zin geldt dat ook voor Rusland. De oorlog heeft in de Sovjet-Unie 25 miljoen slachtoffers gemaakt. Voor Nederland zijn dat er 200.000, waarvan 102.000 Joden. Voor de geallieerden 2 miljoen en voor Duitsland 10 miljoen. Hitler had de oorlog gewonnen als hij in 1941 de Sovjet-Unie niet was binnengevallen. In 1943 heeft zijn machtige Weermacht bij Stalingrad en Kursk enorme verliezen geleden. Het begin van zijn terugtocht en nederlaag. Zonder die verliezen was de geallieerde invasie niet geschied of mislukt of geslaagd met enorme extra slachtoffers onder onze dierbare bevrijders. Conclusie: de Sovjet-Unie speelde de hoofdrol in het slot van het drama van de Tweede Wereldoorlog. Het zou rechtvaardig zijn als wij dat bij 75 jaar herdenken ronduit erkennen en een nieuwe koude oorlog met Rusland bestrijden. Met de meeste hoogachting, Albert J. H. Gieterling, 1927. Almelo.